Ik sta hier naast Michel en Agnes. En Michel, jij komt volgens mij helemaal uit Groningen. Dat klopt helemaal. Waarom ga je de alternatieve vierdaagse hier lopen? Nou ja, normaal loop je de echte loop je ook hier. Die loop je ook niet in Groningen of op Ameland. Dus vandaar dat we hier zijn. Ja. Dus. En hoe gaat dat tot nu toe? Ja, we lopen nog steeds goed. En de voetjes, ja, ze zijn minder moe dan bij de echte. Maar dat komt, je kan lekker doorlopen. Lisa die kwam gelijk naar mij toe en Lisa, jij loopt voor een bijzondere stichting. Ja, ik loop voor Stichting CAP. En Stichting CAP is een manege voor kinderen en volwassenen met een beperking. En het is heel bijzonder om te zien wat het met de mensen doen als ze zo'n ritje gemaakt hebben. Ja, wat krijg je dan te zien? Ja, we horen vaak terug van de groepen waarop de mensen dan wonen, dat ze heel erg ontspannen zijn. Dus als ze een ritje in een huifkar gehad hebben, want dan liggen ze op hun bed, en ze komen terug op de groep, dan merken ze gewoon dat de mensen gewoon veel relaxter zijn. Hoe kunnen mensen dan doneren? Als ze dan gaan naar de website www.stichtingcap.nl, dan vinden ze daar een button dat ze wat kunnen doneren. Ik sta inderdaad nog steeds in Malden bij de 14-jarige Ties. En jij bent helemaal in stijl. Jazeker. Hoe komt het? Gewoon. Ik dacht, ik heb zin in. Laat het gewoon doen. Hey, hoe komt het dat jij de alternatief vierdaagse bent gaan meelopen? Nou, ik had niks veel te doen in de zomer en zo. En ik dacht, ja, waarom niet? Ik ben hier bij de Rijksweg, nog steeds in Malden als het goed is toch? Ja, klopt. Vlak bij de Unionvelden. Ja, precies. En we dachten, nou, we gaan hier eventjes stoppen, want het ziet hier hartstikke gezellig uit. Toch, Joke? Ja, het is heel gezellig. Vorig jaar hebben we het initiatief genomen om wij missen de vier dagen als controleurs ook heel erg. Dus vorig jaar hebben wij hier gestaan om te controleren of iedereen het naar zijn zin had. En ja, dat vond iedereen vorig jaar zo leuk dat we besloten hebben om dit jaar weer te gaan kijken of iedereen het naar zijn zin heeft. Hoeveel kilometer lopen jullie? Nou, we zitten over de 40 nu. Ja, 40 nu. Dus, je hoeft er nu niet 50, dus dat was er wel ook lekker. Dus je hebt, s'avonds heb je nog een beetje energie over, toch? Bij 50 doe je niks meer. Bij 40, nou, daar kan je nog iets. Dus, ja, dus gaan jullie vanavond dan nog iets doen? dat denk ik niet. Nee. Je loopt in je eentje. Ja. Waarom? Ja, niemand wil mee eigenlijk. Het is gewoon, mijn ouders die vonden het, ja, zonder de mensen vonden het niet zo leuk. Wat voor verschil merk je nu? Ja, nu is het echt een stuk rustiger. Het is ook wat lastiger, want er is niet zoveel afleiding. Dus je zit meer op de pijntjes, maar voor de rest gaat gewoon niet heel veel verschil. En wij vinden gewoon, dit is vierdaagse gevoel. Ja, lekker muziek en vrolijke muziek. En hier kunnen mensen dan even tot rust komen? Of? Ja, ze mogen even hier stoppen voor iets lekkers. En, nee, ik ga morgen wil ik nog een stukje lopen. En morgenavond ga ik weer terug naar huis. Dus, maar hoezo morgen dan nog een stukje lopen? Afkikken. Afkikken. En ik heb gehoord dat bij het Duitse bos schijnt het mooi te zijn. Dat is Rijkswald. Nou, dan moeten we even kijken, toch? Volgend jaar loopt mijn kleindochter voor de eerste keer mee. Dus dan moet ik erbij zijn, ja, om een knipje te geven. Om te kijken of het goed gaat.